Hardenberg en omgeving was vandaag het decor voor de overbekende Leontine Ladies Ride. Duizenden vrouwen deden mee aan deze 11e editie van de traditionele fietstocht. Tot vorig jaar startte de Ladies Ride nog in de Raalte, maar daar kreeg de organisatie de financiering niet meer rond. Hardenberg was er als de kippen bij om de organisatie over te nemen. Elk jaar heeft het evenement twee edities. En dit jaar doet de tocht naast Hardenberg ook Rotterdam aan. Na een tocht langs diverse bezienswaardigheden en door de verschillende kerkdorpen van de gemeente werden de deelnemers in de loop van de middag in het centrum van Hardenberg feestelijk ingehaald.